trainer. We gaan voorbeschouwen op het volgende duel van de play-offs voor de Conference League. Bram Berger. Eerst een quizvraag. Weet je wie de trainer is in de geschiedenis van AZ met de meeste Europese wedstrijden? Meeste Europese wedstrijden. Is dat Dick Advocaat? Nee. Nog een gok? Zou die weten? En jij staat gedeeld op 1. Okay. 31 wedstrijden met Gert-Jan Verbeek. Oh, oké. Okay. Nou, dat was eigenlijk de optie die ik als eerste wilde noemen. Maar ja. Ik weet niet, ik had niet het idee dat hij zoveel had. 31 wedstrijden, gedeeld dus. Morgen 32 voor jou, sta je bovenaan. Doe dat iets met je? Nou, nee, op dit moment niet zoveel. Het gaat erom dat we ons natuurlijk goed richten op Bram Berger. En de groepsfase gaan halen. En dan hoop ik dat er nog heel veel wedstrijden achter mijn naam komen te staan. Dat hopen wij natuurlijk ook, want dat is natuurlijk de volgende missie, die groepsfase halen, of de missie eigenlijk. Bram Berger, wat weet je van de ploeg? Nou, interessante ploeg. Goede tegenstander uitgeschakeld in de voorgaande ronde. Sterk teruggekomen ook in de tweede wedstrijd. De eerste wedstrijd verloren ze in Portugal en thuis hebben ze het goed gemaakt. Je ziet aan David, een interessante speler bij ons natuurlijk gekomen, maar ja, is wel kenmerkend voor hun manier van spelen. Heel fanatiek, hardwerkend team. En ja, die gaan natuurlijk ook vol voor hun kansen. And is there something in particular you have to be careful of facing Bram Bergen? I think they're a really tough team without the ball. And I think they will a bit defending more. I think we will have the ball more and we need to be just focused in our game and not thinking about them. Je zei net tijdens de persco's zei iets over hoge spelintensiteit. Is dat ook iets wat David kenmerkt? Ja, dat is hetgene wat in ieder geval wel heel prettig past ook bij ons. Hè. Dus hij adapteert snel. Er zijn een hoop overeenkomsten. Weliswaar met een iets hoger niveau wat wij nog nastreven dan waar hij vandaan komt. Alleen het is wel iets wat hem ligt. Nou weet ik dat we altijd een analyse doen natuurlijk. Dus volgens mij is Maarten die kant op geweest om die wedstrijd te checken. Heb je toch ook nog even met David om de tafel gezeten? Ja, Maarten is inderdaad in Portugal en in Noorwegen geweest om ons goed voor te bereiden. En uiteraard zou het natuurlijk heel jammer zijn als je David niet betrekt in het verhaal. Dus die heeft gisteren ook nog het een en ander toegevoegd op bepaalde plekken waar we dat nodig vonden. The front line has changed a bit because we lost Jeppe. For you it means that you have to play with someone else on the left side. We've done it with Ruben van Bommel, for example, with Ernest Poku. How are those two on the left side for you? Yeah, I think they start really well this season. We have, what you say, van Bommel and Poku. But of course we have also Myron. He played also a lot of games last season. We have three really quality players, young players. And they have all the future in front of them. And I think their quality is enough to replace Jesper. Ja, ze doen het beide erg goed. Als je ook nog meeneemt dat Ruben nog niet zo lang bij ons is. Maar op dit moment ook laat zien dat het goed past. En ik hoop dan ook voor Ruben en voor het team dat dat zo lang mogelijk zich blijft doorzetten. En doorontwikkelt naar een nog hoger spelniveau. Ernest is natuurlijk een jongen vanuit de opleiding. En laat zien dat hij het afgelopen jaar goed heeft benut om zichzelf te verbeteren. En inmiddels ook al een goede kracht is voor het eerste helft alweer. Mijlovic. Poku, ja, kan door omdat Gadi mistast. Poku terugleggen, doet hij Pavlidis. 3-1. En dan gaat het achterin weer, niet voor het eerst, gruwelijk mis. En dan is het weer Gadi die de fout in gaat. You scored 50 goals so far for AZ. How was it to make this goal? Yeah, I feel really well, really nice to score enough goals and to score a lot of goals and to help the team to take some wins and important goals, I think. And yeah, I'm really happy to keep scoring here. Was it a special moment for you? No, I think it's better that we start really well the season with 4 wins in the row. And yeah, if you score like a striker, you feel much better.